Aspes me domini soturno da vola fabis me di via bavo miserie mi di sotto la vede mezzo ricordo gloria padre figlio e spirito santo si guardi a te principi mi pezza per il secolo a secolo amen aspes me domini soturno da vola fabis me sotto la vede mezzo ricordo gloria padre figlio e spirito santo si guardi a te principi mi pezza per il secolo a secolo amen Asperis me domini supoi non d'amor, da vabis mezzo venire via vabor. Posse in nome domini misericordiam tu amè.
e salutare i tuoi danni. Domine exaudio orazione me mea. Domine sfobiscum. Oremos de oxa de nos domine sanctetato in ipotenza de Deus, et mitre dinieris sanctum adjuntum de celis, e custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat, omnes habitans in habitatio, Christum Domine nostrum. Amen. Amen. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, amen. In tui fratelli Dei. Io di chiamo Dei usi di scene cosa, mia vigente non sancta, ob omni iniquo deloso, ero per me.
Fiyatı ve değil sorusu bulduğu meyhan faaliyeleri polisleri partisinin ceydi oluşturduğu bütün mülük. Emitir ökçen duvamı dveni dağdın duvamı yüksem eledik serulti da ökçen duvamı tem sanktın duvamı kadar akla duvar. Fütün duvamı batal tarih diyordun tutipi katılın tutan meyhan. Kafide var ki bin çitara deyüz deyüz meyhansak. Vahreti sen memelik var kadar vers meyhan. Beyan diyor konu atıfın fütü var ilis çal tarih butuz meyhan deyüz meyhan. Bunlar yapar et filium et espiritu ve sancto. Potevatum principio nunca et semper et in secula seculorum. Amen. Tu vivra tari vii. Atem notificatio vuti tam meam. In retor nostrum in gamme domini. Tu vii cilem et terra. Profitio di vetente verte maria. Sem per vicini vedo in quello che il giovio ottene notizia e sangue possa svegliare il povero mio se sangue lo disfantes. Per vica veni mi scolentazione e verbe d'opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Idio precordia ta maria sem per vicini vedo in quello che il giovio ottene notizia e Sancta vos aspettare Paolo, ma messe sancta vos, frates, orare prome Domine Dio nostrum. Miseria, pecium, potens, Deus, omnis peccatis tuum, perdicati ad vitam aeternam. Amen. Confitio, Dio, omnipotenti, beati Marii, semper Virgini, beati Michaeli, Arcangelo, beati Ioan Baptiste, sanctita fostri Spiritu et Paolo, omnibus sancti et Divi Pater, che a peccati di miscolazione ne vuoi topere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, Dio precordiata Mariam semper Virginem, beata Michaelum Arcangelum, beata Ioan Baptistam, sanctus apostolus petrum et paulum, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum nostrum. Miseriatio de ti, potens Deus, remissus peccatis estis peccat vonat vitam aeternam. Amen. Reverentia nostra, cera remissione peccatorum nostrum, et pro nobis omnipotens et misericordiae dominus. Amen. Deus te conversus edificabis nos. Gloria soli tabe tu rendere. Possede nobis omine misericordiam tuam. Et salutare tu non nobis. Domine exaudi orationem meam. Et nova mius ad elenium. Dominus fabiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Adorate Deum omnes angeli Deus, audivit beatata et Sion, et exulta virum filii Iudei. Dominus semeavit, exulta terra, letentur insule multe. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Adorate Deum omnes angeli Deus, audivit beatata et Sion, et exulta virum filii Iudei. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bona voluntatis, laudamus te, benedicemus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magna gloriam tuam, Domine Deus fex celestis, eius Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, filius Patris, quitoris peccata mundi miserere nobis, quitoris peccata mundi suscipe de peccatura nostra, qui seres ad extra Patris, miserere nobis, moriam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus fabiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Familiam conquismus Domine continua pietate custodi, utque in sola spe gratiae celestis initiatur, quas sed protectionem omniatur, per laudem nostrum Iesum Filium tuum, qui te convivit et benedicat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi Beati Pauli Apostoli et Colossenses. Frates, Illuite vos sicut electi Dei, sancti et delecti, viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportantes in vicem, et donantes vobis vetipsis si quis adversus alicam abet querelam, sicut et Dominus donavit vobis, ita et vos. Super omnia autem haec, caritatem abete, quod est vinculum perfectionis. Et pax Christi exultet in codibus vestis, in qua et vocati estis in uno corpore et grati est tote. Verbum Christi habitet in vobis abundante
in omni sapientia, docentes, et componentes os met ipsos, psalmis, hymnis, et calicis spiritualibus, in gratia cantantes, in codibus vestis Deo. Omne quodcumque facitis in verbo aut in opere, omne in nomine Domini Jesu Christi, gratias agentes Deo et Pati per Jesu Christum Domum nostrum. Deo gratias. Dimebunt gentes nomen tuum Domine, et omnes reges tere gloriam tuam. Unam edificavi Dominus Sion et videbitur in maestate sua. Alleluia, alleluia. Dominus eneavit exulte terra, et tangere in cele multe, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secunda Matthaeum, gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesus turbis et parabola. Simile est regnum celorum omni, qui seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius, et super seminavit zizania in medio titici et abit. Cum autem crevisset erba, et fructum fecisset, tunc apparuerunt zizania. Accedentes autem servi patres familias, dixerunt ei, Domine, non est bonum semen seminasti in agro tuo, undi ergo habet zizania. Et aetilis, inimicos homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei, vis imus et colligimus ea. Et ait non, ne forto colligentes zizania, iradicetis simul cum eis et triticum. Siniti utraque crescere usque admessem, et in tempore messis dicam mesoribus, colligite primum zizania, et aligate in fasciculos ad comorendum, titucum alter congregati in orium meum. Nostri Christi. Ja, gelovigen, eerst enkele mededelingen. Vandaag de vijfde zondag na drie koningen. Morgen de heilige Romualdus, abt. Dinsdag de heilige Johannes van Mata, beleider. Woensdag de heilige Cyrillus, bisschop van Alexandrië en kerkvader. Het is hij die Concilie van Nicea de titel van moeder God heeft, Gods heeft verdedigd van Maria. Tegen de ketter Arius, onder andere. Ook de Sint-Nicolaas heeft tegen Arius gebekvecht, heeft hem zelfs geslagen. Dus heilige Nicolaas heeft de ketter geslagen. Fysisch. Dus blijkbaar mag dat. Is dat goed? Vindt God dat goed? Anders zal hij niet heilig verklaard worden. Ja. Dat toont het kwade, het erge van de ketterij. We zullen het zelf in de prik mogen. Dat is serieus, maar dus woensdag. Donderdag de heilige Scholastica, maagd, dat is de zuster van de heilige Benedictus, die de vrouwelijke tak heeft gesticht van de Benedictijnen. Verder de
verschijning van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 11 februari. Zaterdag de heilige stichters van de Servieten van Maria, beleiders. En dat is aan het einde van de kerstkring. Want met de eerste vespers van de zaterdagavond begint dus eigenlijk de eerste zondag van Septuagesima, dus de paaskring. Ik vraag een gebed voor de vrienden van ons die uit Amerika, uit Texas, die geholpen worden door Mel Gibson. Die heeft wel het geld om hen te helpen. Mogelijkheden. En zijn apostolaat is, zei hij, dat om de priesters die zich willen bekeren, terug een geldige wijding bezorgen. Maar er moet voor gebeden worden, want er zijn een 20-tal priesters die dus willen, die dus zien dat Bergoglio geen paus is en die dus beginnen te twijfelen aan hun wijding. Die willen een geldige wijding, maar wat ik gezegd heb ook tegen die, wat ik hun gezegd heb, is ook, wat ze mij geconsulteerd erover, wat ik gezegd heb, die priesters moeten een goede opleiding krijgen. Hè? Die hebben ook geen opleiding gehad. Het is niet alleen hun priesterschap dat ongeldig is, maar ook ze willen terug, oké, maar dan moeten ze ook een opleiding krijgen van priester. Concilie van Trenten eist dat. Dat er een goede, degelijke opleiding is van de priesters. Dus ze hebben een Chaldeese bischop gecontacteerd. Dus van de ritus van de Chaldeese Oosterse katholieke ritus. En die hebben nog geen nieuwe mis, Chaldeese mis, dus wat ik al twee heeft, dat die mis nog niet vervangen. Maar ze hebben wel al ingegrepen om de elementen die de pausen door de eeuwen heen hebben toegevoegd, hebben aangevuld, om die terug weg te halen. En dat recht hebben ze niet, want wat de pausen gebonden hebben op aarde is gebonden in de hemel. Maar ja, dat maakt niet dat hun ritus ongeldig is, maar ze gaan wel terug naar een ritus van voordien. In de eerste eeuwen, terug gaat op de apostelen. Dus dat is een geldige ritus, maar het is niet goed van weg te halen wat pausen in naam van God, de Heilige Geest, geïnspireerd door de Heilige Geest, hebben toegevoegd. Want omdat er ketterijen zijn die bijkomen in milde jaren, wordt ook het gebed van de kerk aangepast om te beschermen tegen die ketterijen. Het zijn niet alleen concilies, maar ook de liturgie wordt aangepast tegen de ketterijen. Ook het credo ontwikkelt zich. Hè? Dus tegen Arius wordt dan bijgevoegd bij het credo van dezelfde substantie als de vader. Consubstantiaal en patrie. Dat wordt bijgevoegd bij het credo van de apostelen. Omdat er een ketterij is gekomen. Maar ook in het gebed moet dat komen. Dat credo moet in de mis gezongen worden. Want lex credendi, lex orandi, lex orandi, lex credendi. Zoals je gelooft, zo bid je. En zoals je bidt, gaat je geloven. Ja, dus... Maar het is een geldige ritus. Maar het probleem is dat dus... die bisschop zelf, die is geldig gewijd, want die is meer dan 80 jaar in de Chaldeese ritus gewijd. Maar het probleem is dus, ja, als die nog niet door de Vaticaan nog excommuniceerd is, betekent dat die Vaticaan II heeft aanvaard ergens. Dus dat hebben ze blijkbaar nog niet goed begrepen daar, die groep van de hoop Mel Gibson. En het gaat over meer dan 20 priesters, dus het wordt wel belangrijk dat ze daar niet, dat dat niet in de zoveelste secte wordt, hè, dat dat iets goeds wordt en niet in de zoveelste secte. Dus laten we daarvoor bidden. Dank u wel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest aan. Die gelovigen, vandaag het evangelie, de parabel van het onkruid. Zizania heet dat dan. Onkruid. In Frans wordt de zizanie bovendien zeggen, problemen, dat wil zeggen, dus discussies, dat zeggen heftige discussies in een groep. Dus zizanie wil zeggen, dus zizanie wil zeggen onrust, mensen die tegen elkaar eigenlijk vechten, hè, dus op bek vechten. Dat komt waarschijnlijk van dit evangelie, van deze parabel, dat er tweedracht is tussen de mensen. Wel, dus dat is een van de weinige parabels die onze Heer Jezus zelf uitlegt. Dus hij zegt,
Hij die zaait, die een goede zaad zaait, is de zoon van de mens. De zoon van de mens. Filius Hominis. Ja, dat is hij. Maar de zoon betekent, hij is God de zoon. En niet God de vader, nog God de Heilige Geest, is God de zoon. En van de mens, er is maar één zoon van een mens. Namelijk van Maria. Alle andere mensen hebben twee ouders. Hij is de zoon van één mens. Dus meteen weet je wie het is, hè? Dus binnen de Heilige Drievuldigheid is hij de zoon, bij de hoofdletter, de zoon van God. En van, tussen de mensen is hij de zoon van één mens, van Maria. Dus hij noemt zich bij voorkeur de mensenzoon of de zoon van een mens. Dus mensenzoon in het enkelvoud. Dus mensenzoon betekent niet zoon van mensen, maar de menszoon. Of hij, omdat het een tweeledig woord is, wordt de koppeling gemaakt door en. Maar het is eigenlijk enkelvoud. Dus het is beter te zeggen de zoon van de zoon van de mens. Zo staat dit Latijn, filius hominis. Filius hominis, de zoon van de mens. Wel, hij is dus de zaaier. Die, zeggen de kerkvaders, neergedaald is. Ja, hij is eigenlijk niet echt neergedaald, want God is overal. Maar ja, hij is dan toch neergedaald, bij wijze van spreken, want wij beschouwen toch dat God in de etherische hemel is, zoals ook Jezus zegt, onze Vader die in de hemelen zit. Dus daar wordt hij bij voorkeur, is God in de hemelen, maar is overal. Dus ja, bij voorkeur in de hemelen, want ik zeg, in de hel is hij ook, hè, met zijn rechtvaardigheid, maar daar is hij niet graag. Dus er zijn toch plaatsen waar God liever is dan elders, en in de hemelen is hij het liefst. Dus daar is alles perfect. Daarom zegt Jezus, onze Vader in de hemelen zijt. Maar dan zou kunnen zeggen, onze Vader die overal zijt. Dat is evenzeer waar. Maar bij voorkeur in de hemel, dat we ook onze gedachten naar de hemel zouden verheffen, opdat wij zouden ook op aarde zouden doen zoals wat in de hemel gebeurt. U wil geschieden op aarde als in de hemel. Dus onze gedachten moeten in de hemel zijn. Op de hemel, dat is een referentiepunt. Hoe we op aarde moeten leven. U moet op aarde leven zoals in de hemel zijn. U wil geschieden op aarde als in de hemel. Daarom. Dus hij is dus nedergedaald in die zin. Op aarde. Om de waarheid te brengen en de deugd. Dus niet alleen het licht, maar ook de warmte. Zoals het vuur, dat brengt niet alleen licht, maar ook warmte. Vuur is een symbool van God, de zon. Licht en warmte. Intelligentie, kennis en goedheid. En dat is het beeld van de vader die de zoon voorbrengt en de Heilige Geest ademt. De waarheid en de goedheid. En dat moeten wij ook doen. Wij moeten dus niet alleen de waarheid aanvaarden, maar ook de deugd, die waarheid toepassen. De deugd oefenen. En dat is hij komen doen. Dat is dat Satan is komen brengen, de waarheid en de deugd. Het voorbeeld van de deugd. Het voorbeeld hier aan de deugd, dus woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Even ook onderwezen, de acht zaligheden bijvoorbeeld. Dat spreekt over deugden. En dan dat veld waar hij zaait, dat is dan de wereld. Dat hij is komen inlichten en vruchtbaar maken en redden. Redden. Want dat is een bestemming. Bestemming is de graanschuur van de hemel. Dus, en dat is dus redden, dat zijn ze gelukkig, de mensen. En het goede zaad, dat zijn dus de kinderen van het Rijk, van het Godsrijk. Dat zijn dus de rechtvaardigen, de uitverkoren. De rechtvaardigen, dat zijn mensen die het goed dus zoeken te doen. De uitverkoren, dat zijn diezelfde mensen die dan gebruik maken van de genade, om het goede te kunnen blijven doen, tot aan de toe. In wie dus de leer van Christus en zijn voorbeelden vrucht hebben geschoten, wortel hebben geschoten, vrucht hebben gedragen. Ook al is het zo dat hun vrucht, hun deugd en hun staat van genade niet definitief is. Ze kunnen het verliezen. Dus ze moeten blijven inspanning doen. Het is mogelijk dat een christen nog een doodzonde zijn staat van genade verliest. Dus daar moet hij nog. Dus dat goede zaad kan eigenlijk slecht zaad worden. In die zin. Maar het is goed zaad.
En dan het onkruid, het slechte zaad, dat zijn de kinderen van de duivel, zoals in Genesis staat. Ik zal, zegt God aan de slang, die bezet is van een duivel, dus ze zeggen aan een duivel, ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, dat is Maria, de kerk, hè? Tussen uw nakomelingen en haar nakomelingen. Uw nakomelingen, dat zijn de mensen die u wil gaan doen, u gaan navolgen in uw zonde. Dat zijn dus de kinderen van de duivel. Die hebben dus, zoals Jezus zegt, je hebt de duivel tot vader. En je hebt God niet tot vader wat je zoekt, want je verwerpt de waarheid en je zegt leugens. Dus de duivel is uw vader, zegt hij. Dat zijn dus de slechten, de goddelozen, die door hun gedrag werkelijke zonen zijn van Satan. Alhoewel ook voor hun het mogelijk is dat ze van die vuiligheid en van die slechtheid en van die corruptie kunnen gewassen worden. En dat kan vergeven worden door het doopsel of de biecht. Dus die kunnen ook van slecht zaad goed worden. Dus dat is mogelijk. En dan is die vijand die dus dat slechte zaad heeft gezaaid, is dus de duivel, hè? Die het doet uit haat tegen God en tegen de mensen. En hij doet dus het tegenovergestelde van de verlosser. En hij zaait dus dwaling, leugen, om ons te verliezen, om ons te verdoemen. En dan die oogst, dat is het einde van de wereld. Werkelijk het allerlaatste einde van de wereld. Dat is niet het einde van een tijd, maar het einde van de wereld. Maar dus iedereen zal sterven door het vuur, iedereen zal verrijzen en iedereen zal geoordeeld worden. Dus het laatste oordeel. En degene die komen, dus de maaiers, dat zijn de engelen, die dus als opdracht hebben de goede van de slechten te scheiden. De goeden zullen aan de rechterhand bij wijze van spreken van Jezus staan, dat wil zeggen de goede kant. En de slechte aan de linkerkant, de goede gaan naar de hemel, de slechte naar de hel. Dus dat is symbolisch, maar toch werkelijk. Werkelijkheid, hè? Dat zal werkelijkheid zijn. En dus zegt onze verlosser, dat onkruid zal uitgerukt worden en in het vuur geworpen. Dus weer hier de zoveelste verwijzing naar de hel. Het vuur van de hel. Maar er zijn twee soorten vuren. Het vuur, God is vuur, dus je hebt vuur van de liefde, die ons de zon en de Heilige Geest geeft, zoals de zon heeft een geweldige substantie, symbool van de Vader, geeft een geweldig licht, symbool van de zon, dus dat gaat uit van de zon, zoals de zon van de Vader gaat, licht, ja, geweldig licht, zonnelicht. En dat licht is ook warmte, hè? Dus dat komt van, dus dat licht geeft ook warmte, dus dat is dan symbool van de Heilige Geest, door van die substantie en van, dat, van die vlam, van die zon die eigenlijk vuur is, hè, uitgaat. Dus vuur kan even zeer positief zijn, maar het vuur van de hel is dan het vuur van Gods gerechtigheid. Dat is een ander vuur. Dat is een vuur om te staffen, een vuur dat pijn doet. Hè. Het vuur van Jezus, van God, dat doet goed. Dat geeft ons kennis en liefde. En het andere, dat is in het vuur geworpen. En dat zal zo zijn op het einde van de wereld, zegt Jezus. De Zoon van de mens zal dus zijn engelen zenden. En zij zullen uit zijn rijk, dat wil zeggen uit zijn kerk, zijn rijk op aarde. Hè? Bekeer nu, want het koninkrijk der Gods is naderbij. Dat is de kerk die zal gesticht worden. Hij gaat alle schandalen weghalen. Die engelen gaan al die schandalen weghalen uit de kerk. En allen weghalen die dus de doodzonde bedrijven, die dus slechtheid bedrijven. En die engelen gaan ze dus in die zielen en die lichamen naar de verrijzenis verwerpen in de oven van het vuur. Daar zal zijn geween en tanden geknarst, zo te zeggen lijden. Een uitboetend lijden, dat zal nooit uitgeboet worden, want de doodzonde heeft iets oneindigs. Dus die oneindigheid van de doodzonde wordt uitgeboeten door een oneindige straf. En die oneindige straf dat heeft te maken met de tijd. Dus voor de eeuwigheid. Want een schepsel is niet in staat om
oneindige intensiteit aan lijden te kunnen ondergaan, omdat het schepsel beperkt is. De enige manier om de oneindige slechtheid van een doodzonde uit te boeten, dat is de oneindigheid van de tijd. Daarom is de hel eeuwig. En dan zullen de rechtvaardigen schitteren als de zon. Ziet je, dat is, ziet dat zon, dat ze zullen in de hemel zijn. En die zon, dat is inderdaad het symbool voor God. Ze zullen God zien, zalige godsaanschouwing. En God genieten, dat is het, de warmte die van de zon uitgaat. In het rijk van hun vader, God de Vader. Dat degene die oren heeft om te horen, horen. Want inderdaad, door de mensen, door het weigeren van de genade aanvaarden, kunnen mensen blind worden. Wel, dat is dus de interpretatie die ons Jezus Christus geeft van deze parabel. Hij zegt het zelf uit. Maar de kerkvaders gaan het uitdiepen, gaan het meer toepassen op ieder van ons. Dus deze woorden, het rijk der hemelen is gelijk aan een man, hè? Dat is dan het rijk van God in de zielen, want daar gaat het eigenlijk om, de zielen. En over de economie, dat wordt zo gezegd, de economie, dat is niet de economie van de financiën, maar van de landfinanciën, maar van de economie van het koninkrijk van God. Dat is de economie van de zaligheid. Dus de economie van onze zaligheid wordt daardoor dus uitgedrukt. Dus door de ganse geheel van deze parabel, niet alleen door deze man, door Jezus, maar de ganse geheel van de parabel, hoe dat alles gebeurt, geschiet. Dus deze man is zoals Jezus zelf zegt, is hij zelf. Hè. En het veld, dus het veld waarop gezaaid wordt, dat is dan in dit, dat is dan meer specifiek de kerk. Want in de kerk is inderdaad, op in de wereld, de kerk is daar waar het goede zaad is, waar de goede mensen normaal zouden moeten zijn. En normaal zijn de goede mensen, zijn dan katholiek, die hebben dan Jezus aanvaard, en dat is een goede wil. Dus de kerk. Dus het goede zaad is dan het woord van God, de doctrine, de leer van Jezus Christus, zijn deugden, zijn voorbeelden, zijn genaden, die heeft die hij zelf heeft gezaaid, dus rondgestrooid, heeft dus verkondigd. En die hij blijft verkondigen en zaaien, bij wijze van spreken, door zijn vertegenwoordigers, door zijn ministers, hè, plaatsvervangers, dus de apostelen, de bisschoppen, de priesters en de kerk, om ze vruchten aan te brengen in alle mensen van goede wil. Zodat alle mensen goede tarwe worden, hè. Waardig om opgenomen te worden in de graanschuren van God de Vader. Dat is aan de hemel. En de vijandige man, dat is dus een demon inderdaad, die komt dormirent homines. Als de mensen slapen, komt hij. Dat is dus 's nachts en dan in het verborgen. Dus hij profiteert van de misschien de verwaarlozing, ja, wellicht de verwaarlozing, zullen we zelfs zien, en ook van de onwetendheid van de gelovigen, verwaarlozing, want we zijn in oorlog, in oorlog wordt er een wacht uitgezet, en als er een wacht wordt uitgezet, dan kan de vijand niet handelen. Dus het is de mensen, ze hebben niet gedaan, Jezus zegt, waakt en bidt. Dus het is inderdaad een verwaarlozing. Dat zit door Sint Augustinus. Dat door gebrek aan waakzaamheid van de pastoors, dus de herders van de kerk, dus de vijand zijn werk kan doen. En hij doet dat dus midden in de kerk. Hij gaat in de kerk, dus in het veld van God, gaat hij binnendingen en slechte dingen. We zien dat, we hebben dat gezien in Vaticaan 2. Werkelijk, letterlijk. Wij ondergaan nog altijd de nefaste gevolgen eraan. Dat er in de kerk slechte dingen zijn binnengebracht door de vijand. Kijk maar naar wat Bergoglio doet. Maar Bergoglio die doet niets anders dan Vaticaan II toepassen. Dus het is met Vaticaan II begonnen. Maar dus de mensen hebben niet genoeg, en de bisschoppen hebben niet genoeg opgelet. Niet genoeg
dus waakzaam geweest. En daardoor is het kunnen komen dat die ketterijen in de kerk zijn binnengedrongen. Want nu zien wij duidelijk dat ketterijen zijn. Waarom hebben die bisschoppen dat niet gezien? Dat zijn toch mensen, dat zijn toch dokters in de theologie? Waarom hebben die 2500 bisschoppen en die paus? Ja, die paus was een vrijmetselaar. Dat is nu bewezen. Dus die wou wellicht die zaak zo. Maar die 2500 bisschoppen, waarom hebben die zich laten vangen? Ja. Dus ze zijn niet genoeg waakzaam geweest. En dan heeft een duivel inderdaad, ja, ketterijen, dwalingen, heeft letterlijk in de kerk kunnen brengen. Dat kan wees aan een perfect voorbeeld van spijtig genoeg. Dus het onkruid, dat is dus volgens Sint Augustinus, dus de dwaling, de leugen, dat is de hoogmoed, dat is de ketterij, dat is het schisma, dat is de gebrek aan vroomheid, dus de godloosheid, dat zijn alle slechte passies die we de vrije loop laten. Ja, passies. Dat zijn dus kiemen van het kwaad, die in het begin nauwelijks zichtbaar zijn, maar voor een specialist moet dat kunnen zien. Inderdaad, wij zien het duidelijk in de tekst van Vaticaan II, dat die 250 bisschoppen die wel waakzaam waren, die het Cetus Patrum uitgemaakt hebben, en met Mons de Vijf, die hebben wel gezien dat wat daar voorgesteld wordt tegenstrijdig is met de leer van Christus. Dat dat verkeerd is, dat dat het tegenovergestel is aan de waarheid. Maar het is nauwelijks zichtbaar, dus heel, s'nachts zoals bij de nacht en stilletjes zoals een dief in de nacht. Maar het is zoals een klein vonkje dat een volledige brand kan veroorzaken. Een klein vonkje, nauwelijks zichtbaar, maar een klein vonkje, als dat in vuurvatbaar materiaal valt, bijvoorbeeld droog gazettenpapier, dan pakt er onmiddellijk vuur en het kan een gas huis afbranden, zoiets. Hè. Dus een klein vonkje, je moet het gezien hebben. Je hebt die bisschoppen zijn episcopus. De naam van bisschop in het Latijn is episcopus. Epi wil zeggen rond, kopij, kijken, rondkijken. Rondkijken, waar rondkijken? Dat er geen vijand aankomt. Dat er geen ketterij zich circuleert. Dat is hun allereerste taak. Zo worden ze daar genoemd. Episcopus, daar komt bisschop van, enzovoort. Episcop. Hè? Episcopaal, enzovoort. Dus wij gebruiken dat woord nog altijd. Dat komt van het Grieks. Episcopij. Rondkijken. Dat is de wachter. Dus zij moeten het zien. Ze hebben de genade van staat. Ze hebben de kennis. Zij weten wat er verkeerd gaat. Zij moeten het weten. Als ze het niet weten, dat ze dan aftreden. Het lijkt een dokter die niet weet wat ziekte en gezondheid is. Als een dokter niet weet wat ziekte en gezondheid is, dat hij dan stopt met zijn praktijk. Ofwel weet het, gaat hij verder, ofwel weet hij het niet, dan stopt hij. Dus die kleine dingetjes die slecht zijn, maar die zeer potent, dat zijn tijdbommen, ja, die dan groeien, zoals dat zaad begint te groeien, en die dan schandaal veroorzaken, die de waarheid verstikken, de waard verstikken. Dus in naam van de naastenliefde, in naam van tolerantie, mogen alle ketterijen circuleren. Men zegt, ja, maar dat is tegenzijde, zwijg, je bent niet tolerant, jij. Dus het verstikt de waarheid. Het geloof, de christelijke deugden, de ware vroomheid en miljoenen zielen gaan daardoor verlopen. Of ja, God zal ze oordelen, maar objectief zitten ze in de afval. Geloof ze van zoals we nu constateren. De katholieke kerk officieel heeft meer dan 1 miljard gedoopten. Maar ja, meer miljard gedoopten die allemaal ketters zijn, want ze hebben Vaticaan II aanvaard. En normaal gezien gaat je met 1 ketterij niet naar de hemel. Dat staat in de katechismus. God zal ze oordelen, want als je die beseft, gaat hij dan wel. Maar ja, dus God zal ze oordelen, maar officieel, objectief gezien, zijn ze in zeer grote problemen. We zien dat dus in de ganse geschiedenis van de kerk, uiteraard. Hè? Dus de ganse geschiedenis van de kerk. Hè? Dus van Jezus Christus naar Nero heb je de primitieve kerk die zich ontwikkelt. Maar ze hebben al vanaf het begin problemen met de Joden die dus weigeren van Jezus te erkennen als God, Messias.
eerste ketterij. En Jezus gaat ze naar de hel sturen, omdat je niet gelooft, gaat je sterven in de zonde. Voor één enkele ketterij. Paulus heeft nog te maken met de ketterij die komt van de Joden, van de christenen uit het heidendom. Namelijk de gnose. Dus vanaf het begin zijn er al twee ketterijen. Van de christenen die uit het jodendom komen, is het dat, dat die christenen het jaar nog vastgehecht zijn aan die Joodse gebruiken, die afgeschaft zijn door Jezus. Want hij heeft gezegd, dit is een nieuwe verbond. En die willen ook dat iedere christen, voordat hij gedoopt wordt, nog eerst zich laat besnijden. En dat hij nog zaterdag naar de synagoge loopt, en dit en dat, en zo. En dan heeft het concilie van Jeruzalem gezegd, stop ermee, dat is gedaan. Dat is het Oude Testament, nu is het Nieuwe Testament. En er zijn Joden die er bleven aan vasthangen. Dat de heidenen eerst moesten besneden worden voordat ze gedoopt worden. En een concilie speciaal moet ertussen komen. En er zijn die dat bleven verkondigen. En de ketterij die komt van de heidenen, dat is de gnozen. Dus het menselijk verstand en de menselijke heidense cultuur die het christendom wil integreren en deel wil maken van de algemene kennis. Dus die erkent Jezus niet als God, als dominant, als al wat tegenstrijdig is, weg ermee. Nee, die wil het christendom integreren in, zoals Vaticaan II. Hè. Dus het christendom is een godsdienst in het parlement van religies. En je moet respect hebben voor andere godsdiensten, dus dat is die gnose, nou, altijd die gnose. Vanaf het begin, van Jezus Christus tot Nero, heb je dat. Vanaf Nero tot aan Constantijn heb je een bloedige vervolging. Voor weer al, dat zeg je dan een ketterij, maar dat is gewoon voor die dwaling, de christenen moesten gewoon hun geloof afzweren. Weerom hetzelfde. Want de christenen zeiden, er is maar één godsdienst. En al de andere gods moeten worden afgeschaft worden. En de mensen zeggen, het Romeinse Rijk is gevestigd op tolerantie. Wij appreciëren alle culturen en alle godsdiensten. En dat maakt de Pax Romana en de vrede onder de volkeren. En het Romeinse Rijk is juist omdat wij iedereen respecteren. Niet alleen in de cultuur, maar ook in de godsdienst. En jij komt die vrede verbreken. Jij komt de fundamenten van het Romeinse Rijk afbreken, dus ter dood. En drie eeuwen lang hebben de christenen de marteldood ondergaan, omdat ze zeggen, één God, één Jezus Christus, wij weigeren voor Jupiter te offeren. En voor de Romeinse keizer. Want de Romeinse keizer was geen God. Totdat Constantijn zich bekeert. Alhoewel er nog troubles zijn geweest met Constantijn, moeilijkheden, want hij is dan verkeerd, hij is dan nog een tijd Ariaan geweest en zo. Maar ja, dus Constantijn heeft dan toch de katholieke kerk de vrijheid gegeven. Tot van Constantijn naar dus Karel de Grote. En vanaf Karel de Grote is de katholieke kerk de staatsgodsdienst. Dat is van Karel de Grote tot Karel de Vijfde is de middeleeuwen. Dan wordt de godsdienst aanvaard door iedereen. Maar de ketterijen blijven komen, maar die worden dan telkens weggehaald door concilies. En dan van Karel V tot aan, tot aan de grote monarch die gaat komen, volgens de profetieën, zitten we in de geloofsafval. En dan is één ketterij na de ander, protestantisme en dan nog erger. De Franse revolutie, dat is gewoon het deïsme, dat is gewoon geloofsafval, apostasie. Dus eerst protestantisme, ketterij. De Franse revolutie, dat is apostasie, geloofsafval. Die geloven nog in een god, maar dat is de dingen. En dan na de Franse revolutie heb je gewoon atheïsme. Van het communisme. En het gaat nog verder. Na het atheïsme gaat het nog in satanisme. De Satan wordt vereerd. En daar zitten we nu in. Dat de Satan meer en meer vereerd wordt. En dat is dan het einde. Dus vanaf de grote markt die gaat komen tot aan de antichrist, gaat je terug een grote bloei hebben van christenheid. Volgens alle profetieën en de apocalypse enzovoort enzovoort. En dan van de antichrist tot Jezus Christus, dat is het einde van de wereld. Dat is het einde van de tijden. Dus het is inderdaad de ganse geschiedenis van de kerk. De waarheid, het goede, de zaad en dan de duivel die probeert. Dus slechte theorieën, ketterijen met verkeerde theorieën in de kerk de zielen te verdoemen. Zoals we nu zien, hè, hoeveel mensen hebben nog het geloof? Hoeveel mensen zitten hier in de kapel? Hoeveel mensen zitten in de kapel ergens anders? Dus het is heel erg gesteld. En ik doe niet meer als wat de kerk altijd gedaan heeft. Zeg mij wat ik niet doe,
wat de kerk altijd gedaan heeft, of wat ik doe wat de kerk niet, nooit gedaan heeft. Ik zal me aanpassen. Dus als ik doe wat de kerk altijd gedaan heeft, waar zijn de gelovigen dan? Begrijp je? Wel, die gelovigen, wij kunnen het nog meer op onze ziel toepassen. Nog meer. Want vanaf... Dus Jezus heeft in ons het goede zaad gezaaid vanaf de dag van ons doopsel. En daarna is dat blijven groeien door de genade die ons gegeven, de genademiddelen. Maar ondanks het doopsel dat veel ontvangen hebben en de genade ontvangen hebben, zijn er toch mensen die zondigen en die in dwalingtijd komen en verkeerd gaan leven. Dus dat is ook het werk van de duivel. En dat is ook door, ja, gebrek aan waakzaamheid. Hè. Dat is ook door het loslaten van de passies, van de hoogmoed, luiheid, nietdoenerij. Het nietdoen is ook kussen van de duivel. Sensualiteit, lichtzinnigheid, liefde voor de pleziertjes, hè. Voor de rijkdom, voor eer. Dat zijn allemaal slechte neigingen van alle tijden, hè, dus van alle leeftijden, bedoel ik, die ons kunnen doen afwijken. En dat is slecht zaad dat in ons kan opgroeien en dat kan het goede verstikken. Lieve gelovigen, een oproep tot waakzaamheid. Dus waakzaamheid. Want hadden die dienaren waakzaam geweest, hadden ze een wacht uitgezet, had die vijand dat niet kunnen doen. Begrijp je? Dus waakzaamheid, het gewetensonderzoeksmiddag en 's avonds, zegt de Ignatius. Tenminste dan nog 's avonds. Als je 's middags niet kunt doen, 's avonds. Uw catechismus kennen, uw leerkennen, dat je tenminste weet wat waar en wat niet waar is. En dan, altijd bereid zijn om de waarheid te volgen. Dat is een oproep, dierbare vrienden, tot waakzaamheid. Want natuurlijk kun je zeggen, ja, maar er is nog een probleem hier, want Jezus zegt zelf in de parabel dat die man uiteindelijk zegt, ja, je moet het kruid niet uittrekken. En dat is op een schandalige manier misbruikt geweest door een overste van een broederschap waar ik toe behoorde. Want ik heb hem aangegeven dat sommige oversten van districten publieke doodzonde verrichten. En zei, ja, maar je weet die parabel van het goede en slechte zaad. Je moet het slechte laten groeien, doen met het goede. Ja, dat is toch schandalig van zoiets te zeggen. Want je hebt toch een verantwoordelijkheid voor iets. Je hebt toch een gezag. Dat gezag dat is om orde te handhaven. Als je zit te wandelen, dus moet je toch ingrijpen als je kunt. Je kunt toch niet alles laten gebeuren. Dus een overste die doodzonde doet publiekelijk, je moet toch ingrijpen. Dat is toch evident. Wanneer moet je niet ingrijpen? Wanneer uw ingreep meer kwaad dan goed gaat doen, dan mag het niet, dan gaat het niet meer. Maar dat is als het al heel erg gesteld is. Dat wil zeggen dat je al, zoals in de parabel zegt, dat je al niet waakzaam bent geweest vanaf het begin. Want in het begin ingrijpen, dat is veel gemakkelijker dan nadien als al het kwaad al verspreid is. Dat is veel moeilijker inderdaad. Ja, dus wij moeten vanaf het begin dus het kwaad tegenhouden. Hè? Dus waakzaam zijn, zoals Sint-Augustinus zegt, dat die veld dat niet kan doen. En als ze het doen, onmiddellijk het onkruid uittrekken, vanaf het zien, dat die wortels nog niet verstrengeld zijn met de goede. Dat als je het kwade trekt, niet het goede meer wordt uitgetrokken. En dan, pas als het echt niet meer kan, dan moet je het kwaad tolereren. En er zijn altijd mensen in de kerk die in staat van doodzonde zijn, of die niet goed zijn, en die moet je tolereren. En dat is voor twee redenen, zegt de kerkvaders. Die krijgen de kans om zich te bekeren, omdat ze de waarheid horen te krijgen na door te participeren aan sacramenten, en door het voorbeeld van degenen die wel deugdzaam zijn. En degenen die deugdzaam zijn, die lijden onder de anderen, die dus niet doen wat ze moeten doen, die hebben verdiensten daardoor. Dus dat moet je tolereren. Het is op het einde dat God dan zal oordelen. Ik kan u één voorbeeld geven, bijvoorbeeld op individueel vlak. Als je voorziet
dat iemand die doodzonde doet. Want de Heilige Schrift zegt ook in Ezechiël, als jij ziet dat je broeder zondigt, waarschuw hem dan. Want als hij naar u luistert, heb je zijn ziel gered. En als hij niet naar u luistert, zijt je niet schuldig aan zijn bloed. Dat wil zeggen aan zijn leven, dat hij zijn bovennatuurlijk leven verliest. Maar als je hem niet waarschuwt en hij sterft in zijn doodzonde, zijt jij medeschuldig. Want je hebt hem niet geholpen, je hebt hem kunnen helpen. Zijt jij medeschuldig aan zijn bloed. Zegt de Heilige Schrift. Dat is wat anders dan wat ik aan het zeggen. Dat je mij moet tolereren en alles moet toelaten en komt er niet tussen. Ja, maar dat is een boeddhist. Ja, maar nee, je moet respecteren. Die hebben ook goede dingen in hun godsdienst. Dat is wat anders, hè. Als je die niet, zegt de Heilige Schrift, waarschuwt, zijt je medeschuldig dat hij verloren gaat. Maar, dus aan de andere kant, hebben wij geleerd in het seminarie, en dat is waar, en dat is ook gezond verstand, als jij voorziet dat iemand niet gaat luisteren. Je kent hem een beetje en je ziet, ja, die mens gaat zeker niet naar mij luisteren als ik dat ga zeggen. Maar door het feit dat jij het zegt, zal hij wel schuldiger zijn. Want misschien voordien kan hij tegenover God plaats worden zeggen, ja, ik wist het niet, ik wist het eigenlijk niet. Maar als iemand het gezegd heeft, dan kan hij niet meer zeggen, ik wist het niet, je bent gewaarschuwd geweest. En dan gaat hij naar de hel als hij echt een doodzonde gedaan heeft. Dus als jij voorziet dat iemand zeker niet gaat luisteren, dat is praktisch, dat is zeker, die gaat naar mij niet luisteren. Je hebt al zo'n visje uitgeworpen en zo, en je voelt dat het een geweldige tegenstand is, die gaat zeker naar mij niet luisteren, ja, dan moet je het best niet zeggen. Dan moet je het best niet zeggen. Dan moet je dat onkruid niet uittrekken, want je gaat... Want wat gaat je doen? Je gaat hem eigenlijk naar de hel sturen, bij wijze van spreken. Dus doordat jij het hem zegt, kan hij niet meer zeggen, ik wist het niet, en dan gaat dat echt een doodzonde worden. Misschien is voor die nog geen echte doodzonde, want om een doodzonde moet de volle kennis en volle toestemming zijn. Dus dat noemen ze dus bittere ijver. Bittere ijver moet je niet hebben, dus je moet altijd proberen goed te doen aan de anderen. Hè? Niet zomaar waarheden verkondigen te passen. Jawel, Sint Paulus zegt het pas in te onpassen, dat wil zeggen dus, ook al past het niet, het komt ongelegen, de waarheid zeggen. Maar Sint Paulus wil niet zeggen, als het ongelegen komt, mocht u wel eens een keer iets zeggen. Ook al komt het ongelegen. En als het over de waarheid gaat. Maar niet ongelegen in de zin dat je voorziet dat ze die zullen aanvaarden. Dat niet. Dan is het best dat je niet spreekt. Dus dat je dat onkruid niet uittrekt. Dus dat is een voorbeeld, een concreet voorbeeld. Maar soms moet je wel spreken, ook al voorziet je dat niet gaat luisteren. Bijvoorbeeld als er andere mensen bijstaan. Die door zijn slecht voorbeeld of de slechte doctrine, de slechte dingen dat die mens zegt, dat die mensen op het dwaalspoor worden gebracht. Dan moet je wel spreken. Want het algemeen goed primeert, is voorrang op het particulier goed. Het particulier goed van die man zou eigenlijk eisen dat je niet zegt. Want dan wordt het misschien een doodzonde als het nog geen doodzonde is. Maar het goed van de mensen, die wel van goede wil zijn, maar die verleid worden door die persoon, misleid kunnen worden, die moeten ook geholpen worden. En die hebben voorrang, want die zijn met meerdere. Dan moet je wel spreken. Bijvoorbeeld als er kinderen bij zijn, of mensen van goede wil, die misleid worden, die persoon moet zeggen, hey, kom, dat is niet waar. Wat je daar zegt, dat is verkeerd. Hè? Moet je het wel zeggen. Zit je dus, je moet met voorzichtigheid te werken gaan worden. Een algemene regel is er geen deugd zonder voorzichtigheid. Zit je? Dus ook in het verkondigen van het woord, moet je met voorzichtigheid te werk gaan, dat je ziet dat het de vrucht goed is. Het resultaat moet goed zijn. Dus spijtig genoeg is het soms zo dat wij moeten zwijgen. Ja. En wij moeten ons richten naar mensen van goede wil, die openstaan. Vraag van ons, lieve vrouw, de genade om het inzicht te hebben om altijd het goede te doen. En in ons, ook in ons leven, het onkruid niet toe te laten. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.